Hallo allemaal, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Afgelopen weekend zijn Ben en ik gaan zoeken met de metaaldetector. Voor 4 uur lang hebben wij de kou en de regen getrotseerd. En daarbij ben ik dit keer beloond met een hele gave vondst die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus dit moment wil ik dan ook zeker met jullie delen. En er valt leuke informatie over deze vondst te verschaffen, dus dat zal ik er ook bij zetten. Ben jij straks aan het einde van deze video gekomen en heb jij met plezier gekeken en je bent nog geen abonnee, druk dan even snel op die abonneerknop nog. Dat vind ik ook super gaaf. Dan komen nu de beelden. Veel kijkplezier. Nou ja, hij draait al, dus hij draait zeg al. Het maar. Oké, nou het is hartstikke koud vandaag. Het regent zelfs. Mijn vingers die bevriezen bijna. Maar goed, we gaan door en het loont, want ja, we zijn eigenlijk al een paar uur bezig en het was tot nu toe alleen maar rotzooi, maar er komt nou een munt uit de grond. Ja, en jij had een 28 VDI ja. En ik had een 29,8 VDI. En? Ja, bij mij was het rotzooi. Ja, en, bij mij? Maar bij jou? Hoho, wat is dit? Ik heb al gezien dat het een dikke jet is. Oh, dat is een gulden. Of een 2,5, ja, een gulden. Ja, 1. Dik hoor. 1. Ja, we gaan eens eventjes kijken. Zo, super gaaf. Oh. Wat een dikke kletser is dit. Ja, even spoelen een beetje. Ja, tuurlijk. Ja. Ga je eens even spoelen. Super blij. Spoel gelijk ook maar via je mond met zeep. Nee hoor. Oh hier, kijk. We hoeven nog geen eens helemaal naar de sloot. Hij is dik. Zo dan. Hij is dik! Ja. Zo! Ai. En die is nog mooi. Ja. Kijk eens. Oh zeg. Is dat genieten of niet? Scherp stellen. Doet hij het? Hij is niet helemaal scherp, maar. Ja, mooi hoor. Ja. En wat is het er voor een? Willem 2 of Willem 3? Jaartal, ken ik dat zien of niet? En nu zit je bij het hoofd, hè? Meestal zit hij boven de kroon het jaartal. Toch? 1713 volgens mij. Nee joh! Ja, 7. Nee? Volgens mij zie ik dat staan hier zo. Eens kijken. 1713 gek! 1713? Ja! Zo! Wow. Oh, die is dik! Yes! Ja! Nou mensen, super blij! Ik ga deze eventjes goed schoonmaken en dan zal ik hem zeker even scherp in beeld brengen met foto's. Ja! Hij is te dik gewoon! 1713! Lekker man! Yes! Okay. Yes! De munt die ik hier gevonden heb is een provinciale gulden of ook wel een generaliteitsgulden. De vertaling van het randschrift op de voorzijde van de munt is: op haar steunen wij, haar beschermen wij. Hiermee wordt bedoeld: de vrijheid verdedigen we. En op de keerzijde van de munt is de vertaling: zilveren munt van de Staten van Holland, van de provincie Gelderland. Op de afbeelding is Pallas Athena te zien, steunend op de Bijbel, met in haar rechterhand een speer met daarop de vrijheidshoed. Ja, superleuk weer. Ik ben erg blij met deze munt. Hij gaat een speciaal plekje krijgen in de vitrinekast. Bedankt weer voor het kijken en tot snel, tot de volgende keer.